gevonden. Oké, ik wilde vandaag beginnen met oefening 4. Ik hoop dat mijn gitaar gestemd is. Ja. Ben ik klaar voor? Ja. Gaan we beginnen. Je moet de F spelen, met vier vingers is de F. Ja, dus ik begrijp wel, het is even wennen natuurlijk. We gaan gewoon nog een keertje spelen. Want je weet nu waar alle noten zitten, hè? Doe het nog maar een keertje. Oké, die ging al een stukje beter. We gaan naar die studie. Oké. En dat is natuurlijk met de G, hè, met drie vingers. Dat is de eerste regel. Ga die maar eens doen. Oké, die ging hartstikke goed. Nou, de tweede regel gaan we doen. Het is C, ja. Heel goed. Diezelfde regel. Op bladzijde 15 zie je staan, theme. Bijpakken, ja. We gaan naar nummer 7, Go Tell Aunt Roddy. Oké, laat maar horen de eerste regel. Oké, denk eerst na. Voordat je gaat beginnen, welke noot is dat, als je dat leest? 5, ja, de E. Luister, je begint helemaal goed, maar bij de komma aangekomen speel je geen G. En de G was 3, hè? Met het knopje aan de achterkant. Ja, maar die verwar ik steeds met die 5. Ja, nou nog één keertje beginnen bij het begin. En dan gaan we gelijk bij de G, bij die komma, gelijk goed met drie vingers spelen. Doe maar. Nou komt de moeilijke regel, dat is de tweede regel. Je speelde ineens Mary Had a Little Lamp, oké. Okay. Ja, dat denk ik ook. Maar je deed het heel erg goed hoor. Jij gaat nog niet naar school, dus ik zie jou volgende week gewoon weer. Op deze manier? Ja. En dan, wij gaan gewoon keihard door met oefenen 2x2.